Speciaal onderwijs is gewoon onderwijs aan hele mooie, bijzondere kinderen. Kinderen die net iets meer begeleiding of ondersteuning nodig hebben tijdens het onderwijs. Het is een hele mooie doelgroep. Je hebt echt allerlei soorten kinderen. Ze zijn heel puur. Ja, we noemen deze kinderen kinderen met een beperking. Maar ik zou veel liever willen zeggen van deze kinderen zijn anders begaafd. Want ze hebben echt talent. Nou, binnen het speciaal onderwijs hebben we verschillende typeringen. Een daarvan is het SBO. Binnen het SBO wordt er eigenlijk vergelijkbare les gegeven als in het reguliere onderwijs. Dat ligt daar gewoon het dichtst bij. Binnen het SO heb je ZML-onderwijs, het zeer moeilijk lerende onderwijs. Kinderen, nou, ook vergelijkbaar met de basisschoolleeftijd. Maar je hebt ook bijvoorbeeld het VSO. En dat is het voortgezet speciaal onderwijs. En dan zit je echt meer in de type kinderen van het voortgezet onderwijs, 13 tot 18 jaar ongeveer. Ik heb voor het speciaal onderwijs gekozen na een meeloopdag hier. En ik merkte dat het veel meer aansluit bij wat ik belangrijk vind in het onderwijs. Je hoeft niet per se een betere leerkracht te zijn dan op het reguliere onderwijs. Maar er zijn wel bepaalde punten wat je leuk moet vinden. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je het werken met dit soort kinderen leuk vindt. Je moet geduldig zijn, want het niet elke dag zal soepel gaan. Je moet rustig zijn voor de kinderen, dus dat ze aan jou een bron van rust hebben, zeg maar. En je moet vooral oog hebben voor kinderen. En als je dat hebt, dan kan je bij deze kinderen eigenlijk al niet meer stuk. Het mooie van het speciaal onderwijs is ook dat je het hier echt samen doet. Je bent er echt om van elkaar te leren. Je werkt samen met allerlei disciplines. Denk aan de IB'er natuurlijk, die met je meedenkt. Je hebt een rekencoördinator, een taalcoördinator. We werken samen met logopedisten, fysiotherapeut, ergotherapeut. Er zitten hier allemaal kinderen met een bepaalde vorm van gedragsproblematiek. Denk aan kinderen met ADHD, autisme. En je merkt dat die kinderen allemaal net eventjes iets meer aandacht nodig hebben dan dat ze op het reguliere onderwijs kunnen krijgen. En waar ze in een klas van 30 zitten en je hebt een stuiterballetje ertussen zitten, valt die heel erg op. Komt er heel veel negatieve aandacht en daardoor raken ze vaak op een reguliere school best wel beschadigd. Terwijl hier hebben ze veel meer de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Voelen ze zich meer gezien, waardoor ze ook voor veel minder problemen zorgen. Nou, over het speciaal onderwijs kunnen er best wel wat vooroordelen bestaan. Namelijk dat wij heel veel kinderen hebben met gedragsproblematiek en dat die door heel de gang en de klas aan het stuiteren zijn. Toch is dat beeld niet waar. Als je kijkt naar wat je kan doen met structuur, met voorspelbaarheid, met duidelijkheid, dan zie je juist dat het heel veel rust geeft. En dat er ook vanwege de kleine groepen en het persoonlijke aandacht wat er kan zijn binnen de groep, dat er juist heel veel rust heerst in school. Om binnen het speciaal onderwijs te werken, denk ik dat je gewoon hart moet hebben voor het kind. En dat geldt in alle type onderwijs wat mij betreft, maar zeker in het speciaal onderwijs. Kinderen die vragen veel, maar ze geven je ook heel veel.